Hi, ik ben Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. En ik mag mezelf challengehouder noemen, prachtig woord is dat, voor de accountability hack op 4 oktober voor het onderdeel geneesmiddelen. En ja, geneesmiddelen, we vinden er vrijwel allemaal iets van. Bijna iedereen weet dat die steeds vaker heel erg duur zijn. Innovatief, maar ook heel erg duur. Zelfs zo duur dat we ons moeten afvragen of we ze wel kunnen betalen voor toekomstige patiënten. Maar tegelijkertijd zijn er steeds meer middelen extreem goedkoop zodra ze uit patent lopen. Zelfs zo goedkoop dat het maar de vraag is of fabrikanten bereid zijn die in Nederland nog op de markt te brengen. Waardoor er bijvoorbeeld weer geneesmiddeltekorten ontstaan. Allemaal ingewikkelde dilemma's. Zijn geneesmiddelen te duur? Zijn ze te goedkoop? Hoe worden die prijzen samengesteld? Wat zouden we er zelf aan kunnen doen? Hoe houden we goede geneesmiddelen voor alle Nederlandse patiënten beschikbaar en betaalbaar? Dat is de grote uitdaging. Wil je daarover meedenken? Ben je heel goed in data? Kun je de nummers crunchen? En kun je tot nieuwe inzichten komen? Schrijf je dan in voor de Accountability Hack op 4 oktober. En help mij en mijn collega's om tot de juiste inzichten te komen op het gebied van geneesmiddelen. Zie je dan.